dom. Vrede. Hey, hallo Tanja, hoe gaat het met je boy? Ik wil al hier in huis, ik wil naar school gaan. Hey, en ken je Jair nog? Ja, hij doet altijd zo dom, toch? Hij doet altijd van die domme dingen. Is goed, ik zie je later. Bye bye. Nou ja. Ja, oompie? Kom even. Oompie wil je wat laten zien. Oompie heeft hier een filmpje van je. Toen je nog baby was. Je was nauwelijks een paar maandjes oud. Wat ben je van plan? Want ik kon niet op dat bed gaan. Je kon niet op dat bed gaan. Want je dacht maar met je voeten lukt het niet, dus dan ga je met je billen. Zo, zo Shanaya. Hoe vond je de video? Ik vond het leuk, ik vond het grappig. Maar als ik nu deze video zou zetten op Facebook en mensen zien het, dan zeggen ze van, huh man, zo'n domme baby. Ze is echt dom hoor, hoe wist ze niet dat ze op de bed moet gaan, dommy? Hoe ga je voelen? Niet zo prettig. Waarom ga je niet prettig voelen? Omdat mensen me dommy noemen, maar ik was nog klein, ik weet het niet. Ja, je wist niet wat je deed. Het is niet leuk en het is niet mooi om iemand een dommy te noemen. Daarom moet je jezelf altijd afvragen, hoe wil ik dat mensen mij moeten behandelen? Moeten ze mij ook dommy noemen? Als je dat niet wil, moet je anderen ook geen... Dummy noemen. En als men iets niet weet, dan moet je gaan lezen erover. Toch? Of soms moet men gewoon groeien en groter worden. Dan gaat men het beter begrijpen. Dus, Mam, hoe weet je zo dat? Oh nee, wacht, zo moet je dat doen. Zie je? Waarschijnlijk moet u nog leren. Misschien moet u nog lezen of moet u nog wat groter worden. Ja. Ik heb een video voor u gedrapt en zoals altijd, like, comment en share. Oompie, waar heb je nu eens naar poepen? Naar mijn noso je kaar poepen. Nou, die slipper gaat je leren wat poepen is. Kom hier. Kom.